Het kasteel de Hoge Vuursche vormde op een van de mooie voorjaarsdagen het decor voor een modeshow. Of was het andersom? Die ten doel had de vele mogelijkheden van Dralon tentoon te spreiden. Tegen een fonteinrijke achtergrond toverden mannequins uit vele landen de talrijke gezichten van deze synthetische vezel tevoorschijn. Ze zochten verfrissing in strandpakjes met bijbehorende zonnehoeden en toonden japonnen en ensembles. Een mantel van crêpe werd vervaardigd door een ontwerper uit Kopenhagen. Maar de kunstvezel kan ook worden gebruikt voor dun batist en nachtgewaden, compleet met slaapmuts en slabbetje. Meer op de koude afgestemd was de skikleding uit Duitsland, met onder andere bont en bedrukte pluche erin verwerkt. In de fraaie tuinen van de Hoge Vuursche zag de rijpe dag ten slotte een serie avondjaponnen zwieren, waarvan de luchtige stoffen de draagsters alle eer aandeden. Of was het nu toch andersom? Hoe interessant de textieltechnische zijde van deze show ook was, ze maakte uit de vrouw vooral mogelijk te zijn wat ze het liefste is: mooi.